Hallo kijkers en welkom weer al nog op een gameplay van Euro Truck Simulator. We gaan dus van Italië terug naar Zwitserland rijden. Dat is de bedoeling van de opdrachten. Zeg Zwitserland, iets van naar Zwitserland terug. Nee, nee. Ja, hier. Voilà, naar Bern. Oké, opdracht starten. Wat ik dan ook nog doe is dit even. En dit en dan weer een screenshot maken. Voilà. We gaan dus wortels vervoeren. Leuk. En die gaat tegen mij zitten. De ambulance. Ik ga toch mijn truck eerst even laten herstellen. Nu heb ik toch wel wat accidentjes. 8% schade. Maar ik kom eerst het rustmoment tegen. Dan gaan we eerst het rustmoment inlossen. Ik weet niet hoe ik het daar op geraak. In de derde afrit. Ja. En dan hierop. Hè. Ja. Ik weet dat het gedaan is met regenen. Oh ja, het is gedaan met regenen. Joepie. Nu gaan we de dingen nog maken, laten maken. De, zeg het. Hartwagen. Daar zat de brandweer. Mijn vrachtwagen nog eerst laten herstellen. Enter. Alles. Oké, okay, het kost mij 69.550 euro. Maakt niet uit. Klik, hupsat, ree. Dan terug. Service, daar heb ik niet nodig. Deze. Ik wil wel eens een andere painting hebben. Wat dat ook wel een verhogingske bevestigt. We gaan toch niet echt een keer terug hè, dan? Oh jawel, oké. Okay. Accessoires. Ah, oké. Okay. Oh ja, dan kunnen we langs binnen. Ik hoop van painting. Ja, painting. We gaan eens met de wolf rijden. Eerst zeg, met de wolf. Nee. Of dingen. Ja, deze. Ja. Bevestig bestelling. Voilà, we zijn terug vertrokken. Niet met een mooiere uiterlijk. Zie dus. Wauw.
wacht hè. Hoe lang hebben we nu nog? 19 uur, oké. Nu eens halen. Dat wordt ook eens hoog tijd. Onze wortels. Juist met een truckje, maar het is gewoon nu geen accidenten meer hebben. Nu echt rechtdoor blijven rijden. Oh my god, die staat ergens hier tussen al die containers of wat. Oh nee. Ik ga dan maar eens te zoeken. Kilometers moeten we rijden, 537, dat valt nog mee. We gaan het proberen in ene gameplay te gooien. En dan heb ik het voor vandaag gereden, vind ik. Dank je. Het zat nu volledig al achter mij, dus dat zal ik zelfs wel gaan tanken. Ik kan nog redelijk veel kilometers doen, nog 687. Die gaan we krijgen in de schermenbord tegenkomen.
En weet je wat ik nog niet heb gedaan? Muziek opgezet altijd de eerste 10 minuten. Kom eens aan, man. Dimitri, wat bleef je toch? Hier is Paradox van Electro Light en Itro van Paradox. Alsjeblieft. Altijd in Italië. Italië. Oei, dat is fantastisch. Sigaret aan het worden. Oeh, geen schade. Voordat ik aan het trekken was. En ik zei dat ik wat op de bermbels gereden. Nee, is hij terug 100. Ik denk dat we terug naar 80 moeten gaan. Voilà, mijn cruise control is ingesteld op 80 nu. Kom opnieuw in een tunnel tegen.
ja, hier in België doen we dat toch altijd zo 400 meter voor de afslag doen we altijd onze vinger aan. Niet goed parkeren, dat is om te tanken. Ja. Dat is klote. Dat is klote. Ik heb een keer dat ding genomen. Ik kon niet aan het tanken. Oké. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Ik moet betalen. Oh, dat is maar klein geld van mij. Met mijn miljoenen! 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 Dan ga ik wel zelfs even terug liggen, want ik voel het terug weer aan mijn maag. In Italië? Ja, we zijn altijd in Italië. Wel op de goede reis voor. Wel een mooie bruggen, moet ik wel eerlijk toegeven.
Ah! Ik heb er een tik. En die is weer al controle. Laat me niet vooruit bollen. Auw. Kan er niet door aan. 10 euro, oké. Was het beschadigd, dus even kijken. Oei. Ik druk mijn goederen niet. Mijn wortelen niet. Ah, mijn wortelen. Come on. De vogels in de vlucht. In de lucht. Hoi. Oh, hier kan ik weer een tankstation tegen. Ik ben weer niet gaan tanken. Oh. We komen hier weer op controle tegen, dan ga ik maar in mijn dingen zitten in mijn vrachtwagen. Ik ben gewoon geworden. Denk ik. Ja. Want die gaat toch juist weg. Aanrijding. Alle, kom aan, dat meent je toch nu niet. Die gaat niet open. En dan zat er alweer al alleen en al aan te schuiven. Kom aan. Dit is echt druk. Ai. Hoeveel schade heb ik nu? 1%. Oké, 1% maar, voor geluk.
Nu dat, hoe mooi dat hier is. Dat is dan. Wauw. We gaan een trein van onder. Ja, we gaan een trein van onder. De tunnel in. Ook met de uitzicht weer, je ziet dat zo'n mooie rivier. Als we zo van die dingen tegenkomen, ja, dan gaat dat altijd zo wat even naar de vrachtwagen toe. Maar het is wel niet simpel om zo te rijden. Ik zal nu maar eens gaan tanken, zeker. Ik zit weer al verkeerd. Allee, de volgende tankstation dan maar. Tweede keer, hè? Twee keer uit elkaar. Twee keer uit elkaar. Come on, wat doe je toch fout? Doe je toch fout, want je mag niet spook gaan rijden. Zwitserland denk ik al lang denk ik. Ja, we zitten in Zwitserland. Nu is de ene kant van de tunnel toe. Heel de tunnel. Nee, zo lang kan ik het niet aanhouden. Woe! Ik heb het al geprobeerd. Een 180 kilometer, dames en heren, 180 kilometer. Tankstation? Nee. Wauw! Echt waar, ziet dus die sneeuw op de bergen. Dat vind ik zo machtig. Oh, daar is de trein. Van boven. Echt zeer schone bergen. Ik wil eerlijk toegeven.
Oh, ik moet gaan wegen. En die en ook. Dat is zo kloten, hè, dat je daar wordt uitgekozen om gaan te wegen. Oh, zo'n mooi riviertje. Hier kan ik wel ondertussen wel tanken. Ik moet nog wel nog eerst tanken. Hoeveel liter? Stoppen we. 723,56. Dieselprijs 2,13. En totale prijs van 1541 euro. Zou ik moeten gaan betalen. Voilà, betaald. Dan moet ik even kijken. Dat is dan nog verder. Oké. €31 ton, hartelijk bedankt voor je medewerking en een veilige reis toegewenst. Oké. Hier kom ik uit. Al een papa en dan achter mij, ja. Ik is het toch nog niet. Oh, we zijn toch allemaal bezig, man. Alle vrachtwagens zijn precies. Kant geslepen. Ik heb groen gezien, ik heb niet groen licht om door te rijden. Nog 150 kilometer, dan is het 150 kilometer te gaan en dan deze op dan aan 3 van de 10, nog 7 dan te gaan. Komt wel allemaal wel goed. Waarschijnlijk krijg ik ook nog deze weekend nog veel gamen. Misschien, hè, nog te zien. Echt woestingen zijn. Dat zijn allemaal huisjes die daar zo staan. Zal ik bijna weer met een aanrijding. Dat is als ik dit wel altijd laten zien. Hè. Dat rijdt echt zo slecht. Hè.
Dan is dat nog een brug, ioink, een tunnel, maar dan die daar ioink, naar de andere kant afduikt. Tot aan de eindbestemming blijf ik doorrijden nu. Geen pitstops meer. Ik zie een bochtje komen. Wat moet ik nu doen? Ja, mijn handen gebruiken. Oh, mijn cruisecontrole is afgevallen en dan gaan we dan niet eens door. Het was 9 kilometer, 68 kilometer, 67, 66, 65. Klein uurtje nog rijden, 1 uur en 1 minuut gameplay rating. Hoeveel XP-punten zal ik dan tegenwoordig weer op krijgen, dames en heren? Ah, je hebt 3 reisrokken. Joink dan. Welk dorp? Ken ik niet. Nou, waar moeten we? Bern. Bern. Oh fuck. Zou wel goed zijn zeker. Ja. Zie de finishplank ook al. Moet die maar eens stoken. De berg op te kunnen. Schade, wat. Ah, kloten. Ik ben nu volledig terug wakker. En ik heb pas mijn vrachtwagen helemaal laten herstellen. Ah! Maar ja, maakt niet uit. Maar ik zie dat er nog een herstelstation ook aanwezig is, dus dat is heel goed.
Maar 8%, dat is eigenlijk wel niet veel van de 100. We zijn weer al in Bern. Oh, hier is het. Ah, we beginnen niet. Rijden, blijven rijden, blijven rijden, blijven rijden. Amai, nog 3 kilometer, dames en heren, nog 3 kilometer. Kan nog allemaal, kan nog van alles gebeuren, hè, op die 3 kilometer. Boete. Je weet. Het is groen. Hé, hey, ik kon ermee stoppen. Dat was door oranje. Da, mannen, ja, daar kreeg ik iets van, hè. Kom maar, kan dat goed. Eerst mijn vracht afleveren. En dan zet de gameplay erop voor vandaag. Dan zie ik jullie allemaal de volgende keer terug. De volgende gameplay. En dat ik die ga opnemen. Nu heb ik even genoeg Euro Truck Simulator 2 gespeeld. En ik kreeg de stempel, geweldig. Ervaren verslaat alles. Voilà, ervaring verslaat alles, hè. Stop nu op 2. Blijf op 2 staan. Ik ga die URL eens even kopiëren. Dan ga je daar eens ook eens naartoe surfen. Maar ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En vergeet ook niet om een buiten te drukken. Dan blijf je hier door doen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is of in de gameplay. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Yo.